Hoe kijk je terug op je werk tijdens de COVID-periode? Aan het begin was het heel spannend en was het heel chaotisch. Op de afdeling was het echt wel chaos. Zowel in spullen als binnen het team was het een lastige tijd. De helft van de afdeling zat nog dicht en er was nog steeds een cohort die continu ook gebruikt werd. En er moesten nog een paar golven ook volgen. Dus dat maakte het wel een intense periode. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Nou, ik denk vooral de verhalen van de verpleegkundigen van de afdeling. Die hebben het meeste indruk op me gemaakt. Daarnaast zag ik natuurlijk de patiënten niet echt. Ik ging wel eens eventjes mee op het cohort om te zien en te ervaren hoe het was om daar in de volledige isolatie rond te lopen. Maar vooral de verhalen van de verpleegkundigen en de dilemma's waar ze voor stonden, dat heeft me het meeste indruk op me gemaakt. Wat heeft het emotioneel met je gedaan? Nou, medewerkers die daar echt doorheen zaten, dat vond ik het moeilijkste. Die echt heel verdrietig waren en zelf ook niet goed er meer mee om konden gaan. Waardoor ze moesten reïntegreren en heel lang bezig waren om weer op orde te komen. Dat vond ik het moeilijkste. Eigenlijk had ik dagelijks wel huilende medewerkers op mijn kantoor. Dus zo begon mijn dag en zo eindigde mijn dag vaak ook. Wat was nieuw voor je in je werk? Op het werk heb ik heel erg gemerkt dat we veel beter met elkaar zijn gaan overleggen en veel beter zijn gaan samenwerken. Dat maakt het nu voor ons ook een stuk makkelijker. We hebben veel kortere lijnen, we wisselen veel sneller verpleegkundigen uit, zodat het voor iedereen fijn en werkbaar blijft. En daarnaast vind ik het heel knap dat iedereen zo flexibel is gebleven in deze periode en nog steeds is.